Und sei lokal, Menschen, das ist, bevor wir umkeiten, ist der Januar vorbei. Und ich frage mit Hermann Hart, geh auf Internet, ich spreche hier wel, aber ich habe vorher erzählt, Rob hat dann auf ein Filmchen setzen, mit allerlei Beweismaterialien dabei, sodass sie sieht, dass sie bei nicht gewoon glätzen hier, aber dass dit allemaal dort wirklich übergehend ist. Und neem die Zeit, klicke nicht allein even an und kijk 2 Minuten und denk, oh ja, maar ich habe het auch gehört. Die Filme duren meestal een half uurtje of so. Kijk het even. Kijk wat echt gaan is, zodat je weet wat er is. En dat je andere mensen kan waarschuwen. Want die Bijbel zegt, je bent niet alleen geroepen om voor jezelf iets te krijgen. We hebben net gezongen, het is een geweldige genade om gered te worden. Het is genade om gered te blijven. Maar God redt ons niet om voor onszelf te leven, maar dan om andere mensen het te vertellen. Want die hel is een reële plek. Kijk, soms worden mensen opgesloten waar ze gemoord hebben, waar ze andere vreselijke dingen gedaan hebben. Maar die gevangenissen zijn niets in vergelijk wat in de hel te wachten staat. Kijk, als er geen hel was, hoefde Jezus nooit en nooit te komen. Maar het is een verschrikkelijke plaats en vele mensen, vele, die meesten, zelfs die naar kerken gaan, zijn op die plaats daar naartoe te gaan. En het is jouw opdracht en mijn opdracht, zoals in de Bijbel was, in Handelingen, de eerste gemeentes, ze hebben het evangelie verder gegeven. Het gaat niet om een groot gebouw, het gaat niet om een geweldig aanzien en alles, maar het gaat om die boodschap van God verder te geven. Want het einde is er komende. Kijk, we weten, Amerika heeft een nieuwe president en die wereld houdt een beetje zijn armen in. Ze hebben gisteren wereldwijd protesteerd tegen die man. Niemand weet wat er gaat gebeuren. God weet het, want God heeft een plan. God heeft van begin af gezegd, dit en dit gaat er gebeuren.
en Jeruzalem of Israël zullen een centrale rol daarbij spelen. En ik had laatst ook op internet gezet, kijk, want ik dacht 2 weken terug waren de Verenigde Naties of 70 landen van de Verenigde Naties bijeengekomen in Parijs. Ik heb het jou hier verteld. Maar God zegt in Zacharia 12 en Zacharia 14, hij zal Jeruzalem stellen tot een steen van aanstoot voor alle volkeren en naties op aarde. En het draait om Jeruzalem, want volgens die UN en de Verenigde Naties moet Jeruzalem opgesplitst worden in 2 delen. Maar Jeruzalem is die heilige stad, zegt de Bijbel. Het is niet op te splitsen, het is Gods plaats. En God zegt, ik zal Jeruzalem stellen tot een steen van aanstoot. En iedereen die eraan tilt, zal ten onder gaan. Zo, blijf kijken, blijf het volgen. Ik heb je gezegd, ik kijk soms documentaires en... Gisteren was ook over, weet je wat de vloek van zonde gedaan heeft op ons mensen? Het ging over, mensen worden soms door irgendiets geprikt of een klein sneetje. En ze worden besmet met wat zijn de bacteriën of met kleinste leefwezens. Die er van binnen. Binnen uit opvreten. En soms binnen 24 uur. Bij die ene man, die was alleen beim hengelen een klein sneetje gekregen. Want als die dokters niet snel genoeg erbij waren, was zijn hele voet verloren alles. Dit is de vloek van zonde. Kijk, God heeft de wereld perfect gemaakt. Kijk naar elke boom, kijk naar die vogels, kijk naar alles wat je om je heen ziet. Elk beestje, God heeft perfect gemaakt. You can even put it on your face like here. Or you will fall. Maar die zonde heeft deze wereld kapot gemaakt. Onze zondes. Onze boosheden. Onze rebellie. Want God heeft die dingen niet gemaakt. Dit was zijn bedoeling niet. Dat er beesten zijn die van binnenuit letterlijk opvreten. En beesten die niet grote beesten zijn, maar soms alleen met de microscoop gezien kon worden. Die of in je darmen gaan, of zelf tot in je hersenen, of in andere delen van de ingewanden, en je lichaam volledig kapot maken. Weet je, in de wereld, als je dit allemaal ziet, je moet bang zijn in de wereld. Als je al die dingen ziet, maar als God jouw schepper is, of als God jou, als je daadwerkelijk tot bekering gekomen bent, als je onder het bloed van Jezus wandelt, rekent, je blijft veilig. God beschermt je, want jouw dag is vastgelegd, zegt de schrift. In de wereld zullen meer en meer angst krijgen, geloof mij. Mensen zullen meer en meer bang worden. Dat is mijn één veilige plek bij de Heer. Bij Hem alleen. Zo kijk, ik wil hier niet zitten hier om angst te maken en alles, maar ons leven is niet deze aarde en dan is het afgelopen. Sommigen worden 20, sommigen worden 50, anderen misschien 80 of 100. Maar dit is het leven niet. Dan begint het. Dan begint het. Zodra onze ogen hier dicht gaan, dan begint het. Waar? Het is of bij de Heer, of het is voor eeuwig en ooit hebben in de hel. Want Jezus zegt duidelijk, wie gelooft en gedoopt is, is behouden. Zo, je kan het woord wel horen, elke week horen, en horen en horen, en nooit een beslissing genomen hebben. Kijk, sommige kerken zeggen, oh, op die dag gaan we een doopdienst, of op die dag, het staat niet in de Bijbel. Als Filippus met die kamerling op weg was, ze kwam langs water, en die kamerling zegt, hey, ik wil gedoopt worden. Baptism in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
En Philippus zegt, als je met heel je hart gelooft, is het geoorloofd. Zou je zo hier nooit horen overmaken op die dag een doopdienst of die dag? Als God tot je hart spreekt, dan stel dingen niet uit. En zeg, hey, ik wil ook daadwerkelijk behouden zijn. Ik wil zeker zijn om erbij te zijn. Want alles draait erom. Die mensen die nu met honderden miljoenen op zak lopen, ze konden het koninkrijk niet kopen. Op de jongste dag, ze zullen voor God staan en ze zullen een verschrikkelijk oordeel krijgen. Daarom al deze predikers, deze geldwolven. Ik begrijp niet wat in hun hersen rondgaat. Ze kennen hun Bijbel niet, maar ze lezen hun Bijbel niet. Laat ons kijken in Galaten 6. Galaten 6, vers 7. God is duidelijk en God blijft ons waarschuwen als je met zijn woord bezig bent. Kijk, weet je, mensen zeggen, ja, maar God is liefde. Het is liefde om de mensen te waarschuwen. Om de mensen te zeggen, kijk, dit zijn jouw gevolgen als je zo door gaat te leven. Dit zal het einde van jou zijn. Dit is liefde. Het is geen liefde om iemand te zien zondigen, om blijven zondigen, om te zwijgen in alle toonarten, zoals het in de kerken gebeurt. Als ze maar komt, als ze maar feest vieren, als ze maar genoeg geld geven in die collecte, dan is het allemaal wel. Liefde is om die mensen te waarschuwen en zeggen, hey, als je daarmee niet stopt, als je dit niet ophoudt, je gaat het koninkrijk niet binnen. In Galaten 6, vers 7. Dwaal niet. God laat zich niet bespotten. Want wat een mens zaait, zal hij oogsten. Die hele schepping toont het. Je kan alleen oogsten wat je zei. Elke boom, als hij zijn zaad brengt, het zal dezelfde boom worden. Het verandert niet plotseling. Het blijft hetzelfde. Een zuurzak blijft een zuurzak. Een pommerak blijft een pommerak. Als je kassaaf in de grond stopt, het wordt niet mais. Wat een mens zaait, oogst je. Dit leert elke boer die op het land werkt. Maar geestig is hetzelfde. Wat een mens zaait, zal hij op een dag oogsten. Vroeg of laat, sommige mensen hier denken, ja maar die is kwaad en blijft en het gaat allemaal goed en wel. Sommige mensen lijkt het. Maar wat ze straks oogsten, wens je je eerste vijand niet. Zo hier, Paulus spreekt duidelijk in de brief, hij zegt, dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij oogsten. Als hij blijft liegen en bedriegen. Als hij blijft dingen stelen die jou niet behoren. Dit is stelen. Ja, maar ik heb het even geleend. Nee. Als jouw dingen niet behoren, is het niet leen. Je steelt het. Als je iets wil leen, vraag je die persoon. Zeg, mag ik het even gebruiken? Ik ben mijn pen vergeten of zo. Mag ik van jou even een gebruiken? En niet stiekem iemand wegpakken en zeggen, ja, maar ik heb het geleend. Nee, het is stelen. God woord is duidelijk. Niet wat jij ervan maakt. God spreekt duidelijk. Dingen die jou niet behoren, die jou neemt, het is stelen. Of het nou veel is of weinig. Of het een penalty is of 100 miljoen, het maakt niks uit. Wat de mens zaait, zal hij oogsten. In 1 Korinther 6, vers 10. 1 Korinther 6, vers 10. Of laten we ook kijken in vers 9. Weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven? Dwaal niet. Nog hoerierders, afgodendieners, overspelers, ontuchtige, of die bij mannen liegen, en dan luistert, of dieven, gieraards en dronkaards, geen laster, geen rover zal het koninkrijk Gods beërven. En als ik gisteren de vers weer gelezen heb, weet je dat vele, vele kerkleiders dieven zijn, rovers en gieraards. Het draait allemaal om geld. Ik heb je laatst verteld bij Steve Reyme, waar geëist wordt, je moet $70 betalen, wil je God zegen ontvangen. Je bent een dief. Je bent een leugenaar. Je bent een dief. Je bent een gieraard. Al die dingen. En hier staat, al deze mensen zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Ook is het een bischop of een apostel of een profeet. Mensen die daarbij horen, beërven het koninkrijk van God niet. Zo kijk, je moet niet kijken, oh wat doen die en die mensen. Kijk wat staat in het woord. Wat staat er?
En God mag geen beperking wat een dief is. Wat ik jou gezegd heb. Zelf een pen die van iemand anders afpakt, je hebt gestolen. Een snoepje wat jou niet hoort en die pak het, je bent een dief. Zo ziet God het. Nee. En ook doet het iedereen. God zegt, het is een dief. Zo, het gaat niet hoe groot of hoe klein het is wat je steelt. Je bent een dief in Gods ogen. Gierigs. Mensen die alleen trachten, nog meer, nog meer. En ik zag, het eerste is dat dit in Gods huis ook binnen is. Vaak zie je posters op internet geplaatst. Typ amen en God geeft je miljoenen, God geeft je grote geld. En gierig. Het is gierigheid. Want iedereen die die dingen toont, zal niet het koninkrijk binnengaan. Zo, we hebben gelezen wat de mens zei, ook steeds. In Jeremia 6. En ik zag, jammer genoeg, van vele, van bijna de meeste kerkleiders krijgen dit voorbeeld van gierigheid. Van rovers. Maar volg hun voorbeeld niet. Neem de Bijbel. Jeremia 6, vers 10. Kijk, tot wie zal ik spreken en betuigen dat ze horen? Zie, hun oren zijn onbesneden. Dat ze niet kon luisteren. Het woord des Heeren is hun tot een schmaad. Ze hebben geen lust dazu. En dit is echt, also, je kan beter met onbekeerde mensen spreken. Je kan beter met moslims spreken of met andere mensen dan met christenen. Want ze hebben geen lust om het woord te horen. Ja, maar broeder, ja, nee, maar je bent zo strak. Ja, nee, je bent zo streng. Hun oren zijn onbesneden. Ze luisteren niet. Ze hebben geen lust ertoe. Weet je, de mensen zijn constant zoekende naar nieuwe dingen. Op die nieuws, op die hoofdnieuws. Dat is een religie. Nou, ik wist niet wat ik zag. En het is een anerkende wereldwijde religie. Die mensen lopen allemaal met een vergiet op hun hoofd. Lindsay Miller, a Pastafarian who wanted to wear her colander in her driver's license photo, was going to be allowed to do just that. In case you don't know, Pastafarians are people who believe that a flying spaghetti monster, like the one created by Arne Janssen in a parody of the Creation of Adam painting, created the universe. It started in an open letter written to the Kansas State Board of Education that protested the teaching of intelligent design, or the idea that God created everything as the opposition to evolution. The backbone is that we can't prove or disprove God, just like we can't prove or disprove a flying spaghetti monster. Their supporters wear colanders. So back to Miller, there was some discussion about whether she'd be allowed to wear it in her license photo. Je kan nou lachen, maar dit is een religie.
weltweit akzeptiert. Und in den meisten Ländern, so als die Muslimfrauen, die haben mit den Burkas auf ein Passfoto von Reibeweis und alles, so machen die Menschen auf ein Passfoto gehen von ihrem Reibeweis, da weiß ein Fachid abheben. Wenn in Nederland sind Menschen, die protestieren, denken, da ist es nicht zugestanden, ich muss das Ding aufnehmen. Want God is een spaghetti God met meatball en zo, en die heeft de hele aarde. En dat zijn, ik weet niet hoeveel volgelingen. En ik denk, het wordt steeds gekker. Als je met de Bijbel komt en ze zegt, kijk hier, wat Jeremia hier zegt. Ze hebben geen lust om te luisteren. Maar als iemand komt en zegt, ja, dat was een paar spaghetti en een paar meatball en alles is daarmee ding. En je moet nou met zo'n fagiet rondlopen. En niet een paar domme mensen. Rijke, grote mensen volgen allemaal die stomme tijd. Wat zegt die schrift hier? Hun oor is onbesneden. Ze luisteren niet. Het woord is hun tot een schmaad. Als mensen opstaan met allemaal leugens, dan zijn 10.000 die volgen. En als ze met de waarheid komen, als ze zegt, dit is wat geschreven staat, dan draait zich iedereen om. Zo, het was toen in de dag Jeremia zo. Kijk in hoofdstuk 7. Ik ga zo terug naar dit hoofdstuk, mijn hoofdstuk 7, vers 26. Dan lees hetzelfde nog een keer. Ze hebben naar mij niet gehoord, nog hun oren geneigd, maar ze hebben hun nek verhard en ze hebben het erger gemaakt dan hun vaders. En dit is precies nu ook. Die generatie is erger dan die generatie eerder. Kijk, het is niets nieuws onder de zon. Maar wat er nu gaande is. Ik ben nog niet oud, maar wat ik in die jaren meegemaakt heb, het is verschrikkelijk geworden. Als ik me herinner in de kindstijd, hoe we gelopen zijn, wat er was. En wat je nu ziet, waar kinderen van nu besmet worden en confronteerd worden. Het is letterlijk een verschil van dag en nacht. Ze hebben naar mij niet gehoord en dit is het punt. Maar luister niet naar Gods woord. Tausende mensen gaan vanochtend naar kerken. Waar dan ook, naar gemeentes, naar die een of andere kerk. Maar ze luisteren niet meer naar God. Ze willen een leuk verhaaltje hebben. Het moet boeiende zijn. Je moet kunnen lachen. Je moet gewoon entertained zijn. En vrolijk naar huis kunnen gaan. Maar wat zegt Jeremia? Ze hebben naar mij niet gehoord. Ze neigen hun oor niet. Ze zijn verhard en zijn erger dan die generaties eerder. In hoofdstuk 19, vers 15. Hoofdstuk 19, vers 15. Zo zegt de Heer, de Heerscher, de God van Israël. Zie ik zal over deze stad en alle oversteden al het kwaad brengen dat ik over haar gesproken heb. Omdat ze het nek verhard hebben. Om mijn woord niet te horen. Zo God zegt, daar gaat een oordeel komen. Want ze luisteren er niet meer. En het begint bij de leiders. Het begint door die leiding zullen nemen. Het oor is hard geworden om te luisteren. Het nek verhard. Maar hij heeft een ander woord gemaakt. In hoofdstuk 17, vers 23. Maar ze hebben niet gehoord en hun oor geneigd. Maar ze hebben hun nek verhard om niet te horen en om de tucht niet aan te nemen. Zo hier, keer op keer, je hebt het niet één keer gehoord, maar een paar keer nou. De mens maakt zijn oor dicht. De mens neigt zijn oor niet meer. Zo op die jongste dag kan je niet zeggen, ja God, het is uw fout geweest dat ik zo misdragen ben of dat ik zo fout gelopen ben. God zegt, maar je wilde niet luisteren. Kijk, om de weg van God te kunnen bewandelen, moeten we gaan luisteren. We moeten bezig zijn. Wat zegt die schrift? Wat leert ons het woord? Want voor alle dingen in ons leven is er antwoord in de Bijbel. God heeft ons niet zo geplaatst op deze aarde en kijk maar uit hoe je rondkomt. Hij heeft ons voor alle dingen raad en advies gegeven hoe we behoren te wandelen. In Jeremia 6, vers 13. Jeremia 6, vers 13. Want van de kleinste tot de grootste
plichten ieder van hun gierigheid. Van een profeet en priester tot het toetoe bedrijft en ieder van hun valsheid. Zo hier, Jeremia, hij slaat een spijker op den hoofd. Hij zegt, van den kleinsten tot den grootsten plicht ieder gierigheid. Profeten en priesters en ieder bedrijft valsheid. So wat nu in de kerken gaande is, was toen in de oude dagen reeds. Het is niet nieuw. Het was toen ook al reeds, dat mensen bedrogen hebben, belogen hebben, gierigheid nagewandeld zijn. Men heeft business damit gemaakt. Tot op heden. Ja, als je zoveel geeft, als je dit doet, als je zo doet. Je kan God niet kopen. Met niets en absoluut niets. Wij zijn gered door genade en wij zijn afhankelijk van zijn gunst en genade. Je kan God niet in een doosje persen en zeggen, oh, je moet het nu doen, dit moet je zo doen. God is soeverein. Hij doet wat hij wil en wanneer hij wil. Maar hier staat, men bedrijft gierigheid en valsheid. Vers 14. Ze genezen den breuk van de dochter mijns volks op het liefste zeggende, vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Exact wat vandaag gesproken wordt in de gemeentes. O broeder, zegen, o vrede, o je hebt rust. Maar is geen vrede. Want deze mensen die nu nog naar de kerk lopen, ze zullen straks kijken. Als die oordelen gaan beginnen. Ze zullen straks kijken wat er gaat gebeuren. En dan zullen wel in hun in elkaar storten, want ze hebben iets anders gehoord als wat ze meekrijgen. Wat hier staat, ze zeggen tot mijn volk, vrede, vrede. Doch er is geen vrede. En het is allemaal beloofd. Dus kijk in hoofdstuk 8, vers 11. Hoofdstuk 8, vers 11. Ze genezen de breuk van de dochter mijns volks op het licht. Zeggen de vrede, vrede. Doch er is geen vrede. En in hoofdstuk 5, vers 12. Hoofdstuk 5, vers 12. Zij verloochenen den Heer en zeggen, hij is het niet. En ons zal geen kwaad overkomen. Wij zullen nog zwaard of honger zien. Zie hoe hoogmoedig. Hoe hoogmoedig die profeten toen al gesproken hebben. Uit hun eigen hart, uit hun eigen boosheid. Ze hebben het volk belogen, alleen om een groot aanzien te hebben. Alleen om het zelf goed te hebben. Nee, nee, dat komt niet. Nee, dat zal vrede zijn. Dat zal geen zwaard zijn. Jouw ziel zal geen kwaad overkomen. Geen honger. En zo spreken die leiders vandaag die dag. Precies hetzelfde. Nee, broeder, het gaat je goed gaan. Oh, het gaat je geweldig gaan. Maar als die mensen hun ogen zullen open hebben, zullen ze andere dingen zien. Die profeten toen hebben om uit gierigheid en winstbejacht gewoon die mensen belogen. En niet gesproken zoals Jeremia het in de naam van God gesproken heeft. Daarom was Jeremia ook gehaat. Ze wilden hem doden. Ze hebben hem in de gevangenis gestopt. Want hij sprak wat Gods woord zegt, wat de wil van God was. En daarom als je vandaag spreekt wat God zegt, je hebt geen vrienden. Into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them.
and they were judged, every man according to their works. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.